Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan de opname te wijzigen of te verkopen. Meer informatie en studies vindt u op de website www.petersteffens.nl. Goedemorgen. Het is heerlijk om te zingen over de liefde van de Heere God. Een van de eerste liederen die we zongen vanmorgen, die gingen over dat God goed is. En ik geloof dat we een goede God hebben. Zijn er meer mensen die dat geloven? Ja. Toch merk ik dat er bij heel veel mensen vragen zijn. Want als je kijkt naar dat eerste deel van de Bijbel, veel mensen noemen het Oude Testament. Ik noem het liever het Eerste Testament, want was in de tweede eeuw is die term Oude Testament ontstaan. Maar als je daarin leest, dan krijg je soms een beetje een ander beeld. Dan lijkt het wel, ja, of dat testament een beetje een boek van wraak is, of niet? Zijn er mensen die dat gevoel ook toch wel een beetje hebben? Of die dat misschien wel hebben horen zeggen? Ja, toch? Dat verschil, dat is zo groot dat er zelfs mensen zijn geweest die dat een beetje tegenover elkaar zijn gaan zetten. En die hebben gezegd, nou, dat eerste boek, dat Oude Testament, dat is een boek van wraak en van oordeel. Maar gelukkig is later het Nieuwe Testament gekomen en in het Nieuwe Testament zien we opeens de boodschap van genade en de boodschap van liefde. Het verdrietige is dat hierdoor, eigenlijk deze gedachte is in de tweede eeuw al ontstaan, er een soort tegenstelling is ontstaan tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Toch heb ik goed nieuws voor u. De Heere God is niet veranderd. En de boodschap van dat Eerste Testament is nog precies hetzelfde als van het Nieuwe Testament. Sterker nog, ik ontdek dat de Heer Jezus in zijn onderwijs juist die boodschap van het Eerste Testament alleen maar actualiseert. Hij is zelfs soms nog strenger als het over een aantal geboden gaat dan dat de Israëlieten over het algemeen daarmee omgingen. Dat is heel interessant om daar naar te kijken. En een van de dingen die ik u vandaag wil aanreiken, ik kan onmogelijk al die vragen die er zijn, kan ik beantwoorden. Maar ik wil u een paar dingen aanreiken vanmorgen waarvan ik hoop, als u de Bijbel gaat lezen, dat u zelf dingen gaat ontdekken. En een van die dingen is, dat ten eerste moeten we heel erg goed lezen. Gewoon in het Nederlands of in het Fries of wat voor taal u ook leest. Het maakt helemaal niet uit. Ik merk dat heel veel mensen een probleem hebben met lezen, gewoon in hun eigen taal. En dan maakt het nog niet eens welke Bijbelvertaling je gebruikt. Nee, lees nou eerst eens even goed wat er staat. Het is wel goed als je echt Bijbelstudie doet om daar een Statenvertaling of een herziene Statenvertaling bij te gebruiken. Het tweede wat je moet doen, hebt u ontdekt dat er in heel veel Bijbelvertalingen, dat er van die kleine lettertjes of versnummers soms onderaan een gedeelte staan? Heb je dat wel eens gezien? Dat noemen we referentieteksten, dat zijn verwijsteksten. En die staan niet voor niets in uw Bijbel. Die staan daar om u te helpen, om te zien waar een tekst vandaan komt. Als je een boek als Openbaring hebt, dan komt bijvoorbeeld 2/3 van alles wat erin staat, komt allemaal uit dat Eerste Testament vandaan. Dat betekent, als je een boek als Openbaring goed wil begrijpen, dan moet je eerst eens kijken, wat staat er nou precies in Exodus? Wat staat er in Daniel? Wat staat er in Ezekiel? Anders ga je helemaal de mist in. En de Bijbelvertalers hebben het makkelijk gemaakt, maar ga die teksten ook opzoeken. U zult ontdekken hoe rijk de Bijbel gaat worden. We gaan het oefenen met elkaar, ja? Het is vanmorgen een beetje werken. Ik ga het niet alleen doen, u gaat met mij meewerken. Maar het laatste wat ik u wil meegeven is dit. Het is belangrijk om de tekst te lezen in de context waarin hij staat. En dat vergeten we heel vaak. Als het goed is, heb je dat door middelbare school al geleerd, om een tekst uit te leggen vanuit zijn context. Nou, zo moet dat met de Bijbel ook. We gaan oefenen. Bent u er klaar voor? We gaan kijken in Matteüs 5, vers 43. En daar lezen we in Matteüs 5, vers 43. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. En dan zegt de Heer Jezus, en ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van de Vader in de hemel. Wat lezen we hier? Dat er staat, jullie hebben gehoord, er werd gezegd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Weet u waar dat vandaan komt, dat je je naaste lief moet hebben? Dat komt uit de Torah vandaan, komt uit de wet vandaan.
Dat staat in Leviticus 19, vers 18b. Heb je naaste lief als jezelf, want ik ben de Heer. Weet u waar dat vandaan komt? De tekst dat je vijand moet haten. Weet iemand dat toevallig hier vanmorgen? Weet u waar dat staat? Nee. Het is logisch dat u het niet weet. Het staat namelijk helemaal nergens. Het staat helemaal nergens. En daarom is het zo belangrijk dat we heel goed lezen. De Heer Jezus zegt hier niet, er staat geschreven, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Maar ik zeg jullie, je moet je vijanden lief hebben. De Heer Jezus zet hier niet het oude verbond en het nieuwe verbond tegenover elkaar. No way. Maar de Heer Jezus zegt, jullie hebben gehoord dat er gezegd wordt. Hallo? Het gaat erover wat mensen zeggen over de Bijbel. Ja, je moet je naaste lief hebben. Nou, dat betekent dat je natuurlijk je vijand moet haten. Maar dat heeft de Heere God nooit gezegd. En het grote probleem is dat heel veel mensen hebben nog nooit die referentietekst opgezocht die erbij staat. Want de meeste Bijbels hebben Leviticus 19 erbij staan. En die denken echt dat er in dat eerste testament staat dat je je vijand moet haten. No way. Sterker nog, als je kijk in het Eerste Testament, dan zie je dat daar hele andere dingen staan. Maar wat zo belangrijk is, waarom gaan veel mensen de mist in? Omdat ze niet lezen. Als je in het hoofdstuk hiervoor gaat kijken, ik heb geen tijd om dat te doen vanmorgen, maar u kunt thuis in hoofdstuk 4 kijken, dan ziet u dat de Heer Jezus verzocht wordt door de boze. Wat zegt hij dan iedere keer tegen de boze? Dat weet u vast wel. Er staat geschreven. Ziet u dat? En tot 3 keer aan toe citeert hij dan het boek van de wet, de Deuteronomium. 3 keer zegt hij dan precies wat er in het boek staat. Want teksten zijn niet om elkaar mee om de oren te slaan, om de duivel mee te weerstaan. En Jezus doet dat. Maar hier zegt Jezus niet, er staat geschreven, maar gij hebt gehoord. Ja? Deze les vergeet u nooit meer, hè? Goed lezen wat er echt staat. En niet meteen onze conclusies klaar hebben. Dus Jezus zegt niet de wet en de genade tegenover elkaar. Sterker nog, Israël werd door genade door de Heere God uit Egypte verlost. En pas daarna kregen ze de wet. Dus ze kunnen nooit tegenover elkaar staan. Verder leert de wet dat je, als je vijand valt, staat er in Spreuken 24 bijvoorbeeld, verheug je dan niet. En als hij struikelt, dan jubel je hart niet. In Spreuken 25 staat zelfs dat als je vijand honger heeft, dat je hem te eten moet geven. Dat is het Oude Testament. Dat zegt dat je vijand, als die honger heeft, dat je die eten moet geven. Wauw, dat is toch wel een wat andere boodschap en een ander beeld dat ik over het algemeen hoor van mensen die het over de Bijbel hebben. Maar misschien dat al die mensen die zo'n moeite met de Bijbel hebben, misschien hebben ze nooit die hele Bijbel gelezen. Zou dat kunnen? Moeten we misschien maar eens over nadenken. Daarmee wil ik niet zeggen dat er geen moeilijke teksten zijn. En een van die moeilijke teksten wil ik er vandaag uithalen, ja? Maar in de eerste plaats hebben we hier gezien dat dus niet de Bijbel zelf ter discussie staat, maar wat mensen ervan gemaakt hebben. En dat moeten we goed onthouden. Dus we gaan voortaan goed lezen en dan is het ook belangrijk om te kijken wat er in de tekst staat, niet wat de plaatjes zeggen in kinderbijbels, want heel veel mensen hebben de plaatjes in hun hoofd. Denken dat Jezus in een stal is geboren en met wijzen die daar op bezoek komen. Het woord stal komt in de evangelie niet eens voor. Ja? Maar het komt door de plaatjes uit de kinderbijbels. Hoe is Elia naar de hemel gevaren? Weet u het nog? In wagens hoor ik daar. Ja, dat is wat we denken. Dat zijn de plaatjes uit de kinderbijbel. Maar gaat u het maar nalezen. Er staat al 2 keer aan toe dat hij in een stormwind naar de hemel is gegaan. Dat staat er in uw Bijbel. Ja, dan schrik je even, hè? Maar het komt dat we de plaatjes in ons hoofd hebben en niet het woord van God. En het is belangrijk, lieve mensen, dat we dat woord van God weer gaan lezen. Want alleen dan ben je sterk. Nou, nu ga ik naar zo'n moeilijke tekst toe. Bent u er klaar voor? Matteüs 5, vers 38. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog en een tand voor een tand. En ik zeg jullie, je niet te verzetten tegen wie je kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang doet te keren. Nou, allereerst even iets over iemand op de rechterwang slaan. Dat is een uitdrukking in die tijd, dat moet je misschien even weten. Als je de taal en de cultuur
kent, dan weet je dat op de rechterwang slaan, dat gebeurde met de achterkant van de hand. En dat betekende dat je iemand aan plein publiek in het openbaar beledigde. Ja? En daar stond zelfs een straf op, volgens de Joodse geschriften, van 400 munten als je iemand op de rechterwang sloeg. En Jezus zegt, als iemand jou beledigt, dat zegt hij tegen discipelen die uitgaan. En hij zegt, ja, als je mij gaat volgen, dan gaan die dingen gebeuren. En je wordt beledigd omdat je Jezus volgt en mij dingen gaat doen. Ga dan niet je recht zoeken. Ga je dan niet daartegen verdedigen. Het gaat hier dus niet over pacifisme. Ja, iemand slaat je, nou, dan moet je je nog maar een keer laten slaan. Dat is dus helemaal niet de context waar het over gaat. Maar de Heer Jezus heeft het hier over een oog voor een oog. En een tand voor een tand, in vers 38. Kent u die uitdrukking, oog om oog, tand om tand? Het viel mij op dat de afgelopen weken het een paar keer zelfs op het nieuws was, oog om oog, tand om tand. En dan zie je ook dat mensen meteen daar een soort invulling bij hebben. Ze stellen zich daar meteen iets bij voor. Oog om oog, dat betekent, iemand slaat mijn oog eruit, ja, of iemand stompt mij een blauw oog, wat doe ik dan? Ik stomp hem een blauw oog, ja toch? De tekst die de Heer Jezus hier aanhaalt, hij zegt, jullie hebben gehoord dat er gezegd werd een oog voor een oog, een tand voor een tand. Dat staat echt zo in dat Eerste Testament hoor. Dus hij citeert in dit geval iets wat de mensen zeiden. Maar Jezus heeft het hier niet over het feit dat die tekst al of niet in de Bijbel staat, maar wel over wat doen we ermee en wat betekent dat vers. Nou, ik had u al verteld, een van de regels, als je de Bijbel goed wil begrijpen, is kijken waar komt een tekst vandaan en in welke context staat die. Want die geeft meestal de verklaring wat of die tekst betekent. En dan blijkt het dat oog om oog en tand om tand, dat in drie gedeelten in het Eerste Testament voorkomt. Komt in Exodus 21 voor, in Leviticus 24 en in Deuteronomium 19. En als we even kijken in Exodus 21 vers 24, dan zie je het daar staan. Een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, een voet voor een voet. En zo gaat het nog een hele tijd door. Maar wat betekent dat nou toch? Wat zou dat nou echt betekenen? Is dat echt een wreed gebod wat de Heere God hier zelf aan Israël geeft? Gaat het hier over het feit dat ik mijzelf zou moeten wreken? Een soort lik op stuk beleid, meteen maar terugslaan, ga er maar bovenop. Nee, lieve mensen. In een van die Bijbelgedeelten waar we oog om oog, tand om tand in tegenkomen, is in Leviticus hoofdstuk 19. En daar zien we dat de Heere God heel expliciet tegen Israël zegt dat we ons niet mogen wreken. In Leviticus 19 vers 17, daar staat, u zult geen wrok tegen iemand koesteren. De MBV zegt hier, wees niet haatdragend. Maar openlijk de onderlinge geschillen bijleggen. De rechter, en niet jijzelf, zal in zo'n geval iemand schuldig verklaren. Je zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover je volk, maar je naaste lief hebben als jezelf, want ik ben de Heer. En hier zien we al iets dat erbij komt. Als wij een probleem hebben met een ander, laten we dan maar even dat voorbeeld nemen, dat iemand mij een blauw oog stompt, zodat ik een tijd lang niets meer kan zien. Ja? Niet zo heel hevig, maar toch wel heel lastig. Wat zegt de Bijbel nou? Dan mag je ten eerste niet zelf wrok gaan koesteren tegen die persoon. Dat staat in dat Eerste Testament, lieve mensen. En verder wordt er gezegd dat je openlijk dat geschil moet bijleggen. En hoe ging dat? Als je een geschil had met iemand, dan had je getuigen nodig. En als het om een wat grotere zaak ging, dan ging je daarvoor naar de rechters. Iedere stad had een kleine en een grote groep rechters. Je had drie rechters en je had 23 rechters. 23 rechters waren voor de grote misdaden, ook voor dingen waarop de doodstraf zelfs kon staan. Maar voor een klein geval ging je naar drie rechters toe. Jeruzalem had trouwens een nog grotere raad van 71 rechters. Als je een valse profeet was, dan moest je voor dat Sanhedrin in Jeruzalem komen. Maar wat zien we hier? Je mag dus niet zelf bepalen, maar de rechters moeten dat bepalen.
als er iets aan de hand is. De Bijbel zegt nergens dat je je recht in eigen handen mag nemen. Dat is heel belangrijk. Want anders zou je van die Italiaanse toestanden krijgen. Weet u wel, iemand in het dorp die slaat een ander dood. Zijn familie gaat die persoon doodslaan. Dan wordt die familie boos. En je krijgt al die zweters en dingen. Denkt u nou echt dat het Eerste Testament zo dwaas is en dat de Heere God dat aan Israël zou leren? Want de Israëli's hebben datzelfde temperament als de Italianen, hoor. Geloof me maar. Nee, het is een heel andere boodschap die de Heere God geeft. En hij zegt, ik wil juist niet dat jullie wraak koesteren en wrok hebben in je hart. En wat er vergoed moet worden, dat bepaalt de rechter. En dan zul je zeggen, maar moet iemand dan niet straf krijgen? Ja, daar zorgt de rechter voor. Bovendien zegt de Heere God, mij komt de wraak toe en de vergelding. Is dat ook niet heerlijk om dat te weten? God is rechtvaardig, die komt wel klaar met die ander. Maar wij willen zo graag dat die ander zijn straf krijgt, ja toch? We gaan weer terug naar die tekst oog om oog, tand om tand in Exodus 21. Om die tekst nou goed te begrijpen, is het belangrijk dus om te kijken wat is de context waarin die tekst staat. En dan ga ik een paar versen terug, ga ik naar Exodus 21 vers 18. Eigenlijk zou ik het hele hoofdstuk moeten lezen, maar dat kunt u thuis doen. In Exodus 21 vers 18 lezen we, wanneer twee mannen ruzie maken en de een de ander zodanig met een steen of met zijn vuist slaat dat hij niet sterft, maar wel het bed moet houden, dus dat hij bedlegerig wordt, en hij weer op de been komt en met behulp van een kruk weer buiten kan lopen, dan gaat degene die hem geslagen heeft vrij uit. Wel moet deze hem de gedwongen rusttijd en de kosten van zijn herstel vergoeden. Hier zien we al het eerste van wat er staat in de context van die tekst oog om oog, tand om tand. De context van dit hele Bijbelgedeelte is namelijk de schade die er ontstaat als mensen letsel oplopen door dingen die mensen elkaar aandoen. Dan zegt de Bijbel hier dat als jij die ander schade veroorzaakt in zijn leven, dan moet je daarvoor zorgen. Dan moet je zorgen dat hij kan herstellen. En die gedwongen rusttijd en de kosten van het herstel, die moeten vergoed worden. Wauw. Dan gaat het verder in vers 20. Wanneer iemand zijn slaaf of slavin met een stok slaat en hij of zij sterft ter plekke, dan moet er vergelding plaatsvinden. Dat betekent, iemand moet zijn gerechte straf krijgen daarvoor. Als de slaaf of slavin nog enkele dagen in leven blijft, gaat de eigenaar vrij uit. Door het verlies van zijn eigendom is hij genoeg gestraft. Maar wanneer twee mannen aan het vechten zijn en één van hen een zwangere vrouw raakt met het gevolg dat zij een miskraam krijgt, maar ze heeft verder geen letsel opgelopen, dan moet er een boete worden geëist, waarvan de hoogte door haar echtgenoot wordt vastgesteld. En dan heb je het weer, de rechters moeten op de betaling toezien. Ook uit dit gedeelte, niet alleen uit Leviticus 19 en Deuteronomium, al die teksten die gaan over oog om oog, in de context wordt altijd over de rechters gesproken. Want we mogen nooit een zaak, als het om civiel recht of om strafrecht gaat, mogen we dat niet zelf met elkaar uitvechten. Nee, daar moeten rechters zijn. En de rechters moeten erop toezien dat er in dit geval ook weer een schadevergoeding komt voor die vrouw die dat kindje is kwijtgeraakt. En ik zal direct nog even vertellen wat voor soort schadevergoeding dat is. Ook dat is heel mooi om dat te zien. Heeft zij wel een ander letsel opgelopen, dan geldt een leven voor een leven, een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, een voet voor een voet, een brandwond voor een brandwond, een kneuzing voor een kneuzing, een striem voor een striem. Snapt u nu wat die tekst betekent? Misschien nog steeds niet. Ik ga het proberen uit te leggen. De context van oog om oog, tand om tand is schadevergoeding. Ja? En wat deed de rechter nou? Als ik een blauw oog had en ik kon daardoor een week lang niet werken, dan ging de rechter bepalen wat dat blauwe oog voor mij betekende. En misschien dat ik daardoor een week lang geen inkomsten had. Dat betekent dat de waarde van mijn rechteroog zoveel munten is. Dat werd in een bedrag werd dat omgerekend.
En dat was de waarde van dat oog. En degene die mij in het oog geslagen had, die moest die waarde van dat oog aan mij vergoeden. En dat betekent een oog voor een oog. Snapt u dat? Dat is wel even wat anders dan dat heel veel mensen denken. De context is dus niet vergelding, maar de context is juist schadevergoeding. En ik heb goed nieuws voor u. De Bijbel is daar in zijn tijd heel erg ver vooruit. Want de Bijbel die niet alleen zegt dat er rechters moeten zijn in alle steden, maar de Bijbel die vertelt ook dat als je schade veroorzaakt bij iemand, dat je die schade moet vergoeden. En die schade werd in de praktijk, er waren regels voor, die vinden we in de oude Joodse geschriften allemaal nog terug, hoe dat in de praktijk werd toegepast. En de rechter ging kijken bijvoorbeeld, wat voor schade had iemand opgelopen. Zoals een vrouw die de vrucht van haar schoot verliest, als jouw kind sterft, misschien kun je daarna nooit meer kinderen krijgen. Dat is niet alleen dat verlies van dat kind, maar dat is ook psychische schade die je daardoor leidt. Emotionele schade die je daardoor leidt. En de rechters keken naar 5 verschillende punten, 5 verschillende gebieden waarop vergoeding plaats moest vinden. Het eerste was, keken ze of er lichamelijk letsel was en wat de schade was die er was opgelopen, bijvoorbeeld aan organen. Het tweede waar ze naar keken was de pijn die iemand had opgelopen, want je kan wel schade hebben en niet meer goed kunnen zien, maar misschien heb je ook wel heel erg pijn aan dat oog. En ook voor die pijn kreeg je een vergoeding. Nou, misschien heb je wel hulp nodig van een arts en heb je medische kosten. Al die medische kosten moeten ook vergoed worden door de dader die dat heeft veroorzaakt. Het kan ook betekenen dat ik een tijd niet kan werken en dat betekent dat ik een derving aan inkomsten heb en dat gebrek aan inkomsten, ook dat moest goed gemaakt worden door de dader die de schade had veroorzaakt. En als 5e punt werd er gekeken naar de psychische schade die er veroorzaakt was. Kun je voorstellen, als bijvoorbeeld iemand bij je heeft ingebroken, dan is het niet alleen erg dat je de ring van oma, die je geërfd hebt van oma, dat je die kwijt bent, maar het erge is dat je soms je huis niet meer binnen durft te gaan, want misschien ligt weer de hele boel overhoop. Dus grote psychische schade ook vaak. En naar die punten werd gekeken. En dat betekent een oog voor een oog, een blaar voor een blaar, een voet voor een voet, een hand voor een hand. En ga zo maar door. Lieve mensen, ik geloof dat de Bijbel zijn tijd ver vooruit is. Het is pas in de laatste jaren, ook hier in Nederland, dat er over letselschade niet alleen gesproken wordt, maar ook over de slachtoffers die achterblijven. In zoveel landen is het nog steeds zo. Iemand die steelt grote hoeveelheid geld van een ander, de dader die wordt in de gevangenis gestopt en die gaat, als hij vrijkomt, gauw die schat weer opgraven en daar lekker verder van leven. Terwijl het slachtoffer achterblijft met die psychische schade, met dat geld wat hij kwijt is en alle andere schade die veroorzaakt is. En de Bijbel laat jou zien dat je verantwoordelijk bent voor je daden. En dat je moet zorgen dat het slachtoffer geholpen wordt. Snapt u dat ik zo blij ben dat we begonnen te zingen vanmorgen met dat God een goede God is? Ik heb ontdekt dat God een goede God is. En als wij verkeerd over hem denken, dan komt dat niet omdat de Heere God een slechte God is, maar dat komt het omdat ons beeld niet helemaal volledig is. En hoe komt dat onder andere? We hebben net, als in die eerste tekst die we gelezen hebben, naar mensen geluisterd. Er wordt gezegd, oog om oog, tand om tand, en er vullen mensen van alles en nog wat bij in. Maar niemand heeft ooit de moeite genomen om te kijken, waar komt die tekst oog om oog, tand om tand vandaan? Wat betekent het werkelijk? En ik hoop na vandaag, dit is maar één voorbeeld, dat u heel kritisch die Bijbel gaat lezen. En niet te snel uw conclusies trekt van, nou, ik kan de Heere God niet begrijpen. Ga het maar eens uitzoeken. Ja, er zijn dingen waar we misschien niet meteen antwoorden op hebben. Het is best heel moeilijk dat Israël allerlei volkeren moest uitroeien. Die teksten kennen we allemaal. Maar daarin Deuteronomium ook staat dat voordat je bij een stad komt, dat je eerst de vrede moet aanbieden. Die tekst kent niemand. Want er staat ook bij dat je die mensen pas moet uitroeien als ze die
vrede niet van je aan willen nemen. En wat ik merk is dat mensen dus niet contextueel die Bijbel lezen. Ze halen een tekstje eruit en hun hele beeld van God, hun hele beeld van de Bijbel wordt daaraan opgehangen. Wat de Bijbel leert zijn dus twee dingen. Ten eerste, je bent verantwoordelijk voor je eigen daden. En de Bijbel laat zien dat de schade die wij veroorzaken, daar moet ook iets mee gebeuren. En ik wil heel eerlijk met u zijn. Ook als christenen gaan we daar soms te makkelijk mee om. Als wij bij een ander schade veroorzaakt hebben, psychisch of op een andere manier, we hebben lelijk gedaan naar iemand, soms wordt dat niet opgeruimd. Soms vindt daar geen schadevergoeding plaats. Die schadevergoeding kan soms heel eenvoudig zijn. Je gaat een lekkere taart bakken voor die persoon en je gaat het samen uitpraten. Zo eenvoudig kan het zijn. Maar we doen het niet. Ja, we bidden heel vroom een gebedje. Nou, Heere God, ik ben boos geweest. Ik heb nare dingen gezegd tegen die persoon. Wilt u het mij vergeven? En dan denken we, het zit wel goed met mij. En het grote probleem is dat zoveel mensen grote schade veroorzaakt hebben en ze leven door alsof er niets aan de hand is. En wat de Heer Jezus doet, ik wil u uitdagen om die bergreden nog eens door te gaan lezen, want dit is een tekst uit de bergreden, Matthäus 5 tot 7. Dan ziet u dat de Heer Jezus die Torah en die dingen die daarin staan actualiseert. En hij laat zien hoe ernstig het is. Ja, zegt hij in de Torah staat dat als je overspel pleegt, dan moet je voor de rechters verschijnen. Jezus zegt als je een andere vrouw aankijkt en in je hart begeert, dan heb je al overspel gepleegd. Hij is veel strenger dan wat er überhaupt in de Torah staat. En Jezus zet het Eerste Testament en het Nieuwe Testament niet tegenover elkaar, maar hij laat zien hoe belangrijk dat is. Want lieve mensen, dit zijn de wetten van het Koninkrijk van God. Matthäus 5 tot 7 zijn instructies voor volgelingen van de Heer Jezus om te laten zien hoe wij moeten leven in de wereld. En dat betekent dat wij als gelovigen anders moeten leven dan dat onze buurman dat doet. Want juist daardoor gaan mensen tot geloof komen. En als wij op een vrome manier de kantjes ervan af proberen te lopen, en als wij proberen, nou, zand erover of het is wel goed, worden dingen nooit werkelijk opgelost. Het omgekeerde is dat slachtoffers soms maar willen dat al die dingen uitgepraat worden, uitgezocht worden. Daar zijn we als Nederlanders heel erg goed in, weet u dat? Wij vinden het heel belangrijk dat we precies weten hoe iets ontstaan is. Wie is er nou begonnen? Waar is het misgegaan? En dan moet de onderste steen moet boven komen. We hebben de meest rare uitdrukkingen daarvoor. De billen moeten bloot en weet ik veel wat allemaal. Maar wat belangrijk is, als u slachtoffer bent van iemand, ja, voor zover het mogelijk is om met diegene die die schade veroorzaakt heeft, als u gelooft dat daar nog iets is, probeer dat gesprek aan te gaan, maar doe dat met iemand anders erbij. Ja, zo leren we dat in de Bijbel. Dat is heel belangrijk, dat er andere mensen bij zijn. Maar wat de Bijbel ook leert, is dat je als slachtoffer wel de bereidheid moet hebben om die ander te vergeven, om die ander vrij te spreken. Dus ik zie eigenlijk twee lijnen in de Bijbel die naast elkaar staan. Dus aan de ene kant, de dader gaat niet vrij uit. Je moet zorgen dat wat je veroorzaakt hebt, wat je hebt laten liggen, dat je daar iets mee gaat doen. Maar het betekent wel dat degene die slachtoffer is, hier Jezus zegt, ik heb gebeden voor mijn vervolgers. Ik wil dat jullie de dingen doen die ik ook deed. En dat is heel belangrijk. Snapt u die dubbele boodschap die daarin zit? En ik zou willen eindigen gewoon in een moment. Ik wil één tekst nog voorlezen en dan wil ik samen met u bidden. In Psalm 19 lezen we in vers 7, Psalm 19, de richtlijnen van de Heer zijn volmaakt. Ze geven levenskracht. En wat de Heer afkondigt is betrouwbaar. Het maakt de onervarene wijs. En wat de Heer beveelt is juist. Het is een bron van vreugde. En wat de Heer gebiedt, dat is zonneklaar. De ogen gaan ervan stralen. Ik vind het zo ontzettend mooi. Ja? Het woord van de Heer is zuiver. Altijd blijft het gelden. En de uitspraken van de Heer zijn betrouwbaar. Hun juistheid valt niet te betwisten. Paulus zegt in Romeinen 7 vers 12, kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed.
Dat is wat Paulus zegt over dat Oude Testament, over die wet die daarin staat. Ik hoop dat u vanmorgen op een andere manier gaat kijken naar dat Eerste Testament en dat u de moeite gaat nemen om teksten die u niet begrijpt in de context te gaan lezen en om die goed te lezen. Zullen we samen bidden? Hemelse Vader, als we hier vanmorgen samen zijn, dan zien we in uw woord dat u een goede God bent. En ik wil u gewoon om vergeving vragen, Hemelse Vader, dat we misschien door wat mensen zeggen, ideeën die we hebben opgepikt, die eigenlijk helemaal niet in de Bijbel staan, dat we soms toch een beetje een verkeerd beeld van u hebben. En dat we toch denken dat uw boek, uw Bijbel, vol is van wraak en van boosheid en van nare dingen. Terwijl de Bijbel zelf zegt dat u een goede God bent. Dat u een God bent die zoveel van ons houdt, dat u uw eigen Zoon Jezus gegeven hebt, opdat wie in hem gelooft niet verloren gaat, maar dat hij eeuwig leven heeft. Ik wil u danken voor die geweldige boodschap. Maar die boodschap houdt ook in dat we volgelingen van de Heer Jezus gaan worden. En dat betekent dat we ten eerste gaan beseffen dat als er dingen zijn die we hebben veroorzaakt, we zijn verantwoordelijk voor onze eigen daden. Dat is wat de Bijbel heel duidelijk leert in beide testamenten. En Vader, ik wil u vragen vanmorgen of u door uw Heilige Geest tot onze harten wil spreken. Want misschien zijn er mensen hier die dingen hebben laten liggen. Misschien zijn er mensen hier die een grote puinhoop achter zich gelaten hebben en denken, nou, God zorgt wel dat het goed komt. En ik wil u bidden dat ze de moed hebben om misschien naar pastorale werkers toe te stappen en daar samen over te praten en samen over te bidden om te kijken wat er misschien in deze situatie gedaan mag worden. Maar dat we ons niet onttrekken aan de verantwoordelijkheid die we hebben, want dat is wat uw woord ons leert. Maar Vader, velen van ons zijn ook slachtoffer van dingen die ons aangedaan zijn, dingen die gebeurd zijn in ons leven. En eigenlijk zitten we te wachten totdat er eens een keer over gepraat kan worden. Maar toen u aan het kruis hing, Heer Jezus, hebt u gebeden voor degene die u vervolgde. En u zegt tegen ons, ben je ook bereid om voor je vijanden te bidden? Ben je bereid om ze te zegenen? Want dan ben je waarlijk een zoon van God. Vader, ik wil u bidden ook voor een ieder die hier vanmorgen is, dat als gemeente van de Heer Jezus, dat we iets uit mogen stralen wat de wereld niet kent. Dat die ware liefde die u in ons hart hebt uitgestort, dat die zichtbaar gaat worden door de mensen om ons heen. En ik wil u danken dat als wij gaan vergeven, als we gaan vrijspreken, dat we dan ook zelf vrijkomen. Vrijkomen van banden die we soms hebben met mensen. Vrijkomen van angst die er soms is in ons leven. Vrijkomen van het oordeel wat er is. En dat we die vrede van u, die alle verstand te boven gaat, mogen gaan ervaren. Dank u daarvoor. En daarin zegen ik u allen. In Jezus' naam. Amen.